dames en heren. Het is voor mij een bijzondere voorrecht om Zuid-Afrika's nummer 1... wat voor ding is hier nou weer? Een buikspreker, ventriloquist. Dames en heren, Zuid-Afrika's nummer 1 ventriloquist. Nee man, ventriloquist. Ventriloquist. Ach man, zeg maar buikspreker. Ja, Zuid-Afrika's nummer 1 buikspreker. Die een en enigste... wat is uw naam nou weer? Jannie de Bruin. Nog nooit van jou gehoor nie, maar toe maar. Dames en heren, Jannie de Bruin. En toe ek verstaan, daar is iets wat julle vandag met my wil bespreek. Ja, en vandag gaan ek my sê. Ja, en ek ook. Nou, waarom is julle twee so omgekrap? Ons is siek en sat daarvoor dat jy altijd woorde in ons monde le. Maar Jackie, ek is die buikspreker, ek moet die woorde in julle monde le. Julle kan ons nie self praat nie. Ons doen al die werk en jy kry al die geld. Nou wat daarvan, ek sorg goed vir julle. Jy laat ons sing, jy laat ons reciteer. Ja, en jy behandel ons soos twee goed, pak ons in koffers. Doe maar julle twee, ek is baie jammer. Jy herken dus dat as dit nie vir ons was nie, sou jy nie kon eet nie. Ja, en as dit nie vir my was nie, sou julle nie kon praat nie. En ook nie kon sing nie. Tommy, luister even jou nog so paar vraagies vraag. Kan jy my sê, daai wachthond wat jy kersfeestpatiënt gekry het, hoe gaan het deers daarmee, Tom? Dik lee en uitgeëet. Wat is soort hond is dit? Dit is een watchdog. Man, jy bedoel sekere wachthond. Nee, watchdog. Tommy, jou ma sê vir my, daar was verlede naweek inbrekers by julle huis gewees. Ja, hulle het ons rot en kaal gesteel. Alles gevat. Ja, alles gevat. Ek neem aan, die wachthond van jou het hulle toe seker gebyt, ne? Nee, hy is een watchdog, het net gesit te watch.